eigenlijk toch niet op, hè? Nee. Mag je niet doen, hè? Moet je voor jou houden. En dan maar goochelen. Ja. Heb je er goed mee gelachen, of niet? Is dat goed gelukt altijd? Kijk maar. Dat is prima. Hè? Heel goed voor jou. Heel goed. Ja. Ja, dat doen we dadelijk allemaal samen niet te zingen. Dat moet je niet alleen doen. Piet, heb je een cadeautje voor die grote meid? Ja, heb ik Sinterklaas. Zo. Deze. Ja. Ga maar in de stoel zitten. Even wachten met openmaken. Oh, wacht even, ja. Er zijn mensen die daar niet meer van houden. Kinderen laten lachen is een feest. Daar gaat Klaas Howie tekeer als een feest. Ronden vliegen om je oren. Ja. Ja. Je kan ze ver horen. Klaas Howie is een echte vriend. Dat weten we ook iedere keer. Piet hoorde Ruud en Howard klaar spreken. Maar Piet heeft het altijd al geleerd. Dat de vader van Howard bij Amstel heeft gewerkt. Met Friese paarden en die zijn sterk. En mobieltje kwam ook veel van pas. En weet je wat? Zit je klaar vast? Druk, druk, druk. De telefoonverbinding was weer mislukt. Ja, ik kom net voor. Zo, ik laat in het wet zo. Dan maar terug naar de vieze paarden. Want een paard en wagen heeft voor Howie heel veel waarde. Met tonnen bier achterop. Is het voor Howard weer helemaal top. Hopelijk vind je het fijn dat er ook een cadeau voor jou zou zijn. Ja, helemaal geweldig. Dank u wel, Sinterklaas. Dan vinden wij jullie echt de helden. En daarom heeft Sint besloten om jou toch maar uit te loten. En je cadeaus te schenken. Maar het wil jou lief zijn te bedenken. Dus ga maar vlug aan de slag. Met heel veel gelach. Maak ze maar vlug open, die cadeaus. Maak maar vlug open. Dan zien we elkaar volgend jaar weer. Doe jij dan mama iedere keer sminken? Ja. En wat maak jij dan van mama? Een vlinder. Maak jij van mama een vlinder? Zo. Maar ja, mama kan toch niet vliegen? Nee.
Dat kan toch niet? Helemaal de smink. Oh, is het smink? Oh, dus minder weg. Zo, nou binnen. We hebben een spreek gedaan. Ja, we zijn binnengekomen, we hebben cadeautjes gegeven, we hebben liedjes gezongen. Ja, alleen ik denk wel dat ze dat ik kan houden. Of papa, eventjes cadeautjes, want we hebben nog cadeautjes gezet van het dak in de auto voor papa en mama. Wij dus hebben dan moet je eigenlijk omhouden en papa eigenlijk even snoep uithalen. Ja, jullie dachten toch niet dat dit alle cadeautjes waren? Nee. Nee. Ben jij zo lief van jezelf? Jullie zijn zeker aan de zaak, hè? Wij hebben namelijk nog wat cadeautjes van papa en mama in de auto gezet. Ja. Ja, dat is leuk, hè? Ja. Ja. Nog spannend. Ik wil wel zorgen dat ze die niet mogen. Ik heb de sleutel gegeven. Ik heb de sleutel gegeven voor papa. Zullen we zo eens kijken? Of doen jullie je jas aan en helpen jullie mee? Nee! Nee! Dan papa en oma houden het maar. Ze denken ook pizza. Veel te koud buiten. Ja, snap ik. En dan denk ik dat wij weer verder gaan dan de volgende kindjes. We moeten nog verder hoor. Nee, dat is Sinterklaas. Druk, hè? Ja, inderdaad. Vooral in deze tijd. Dat is een vier van een pad tussen. Vinden jullie het zo flauw? Nou, en wat zing je dan? Mark Ler. Mark Ler. Een potje. Een pootje, luister. Een potje. Vinden jullie het zo? Sinterklaasje, daar, luisteren naar ons. Ik moet natuurlijk door naar een andere kerk. Maar daar ga ik ook mee. Ja, dat dacht ik. Heeft jij Sinterklaas ook nog een ruimte? Dag Sinterklaas. Hey, heb je nog een fijne tijd vanavond? Kom helemaal goed. Fijne drukke tijd vanavond. Ja, dank je wel. Dag Pietje. Dag Sinterklaasje. 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 D